Het parlement heeft gisteren de comptabiliteitswet 2017 met algemene 35 stemmen goedgekeurd. De nieuwe wet moet verbetering brengen in het beheer en toezicht op overheidsfinanciën. De wet is ingediend door de parlementariërs Jennifer Geerling-Simons en Celsius Waterberg en minister Steffen Sang van Handel, Industrie en Toerisme. De comptabiliteitswet heeft het karakter van een organisatiewet en regelt de inrichting van de staat vanuit een financiële invalshoek. Geerling-Simons verwacht dat de regering goed gebruik gaat maken van de nieuwe wet. Daarnaast hebben we met elkaar toch wel na de discussies besloten dat op een aantal plaatsen, nadat we overeengekomen waren dat we een comptabiliteitsbesluit moeten hebben bij deze wet, dat op een aantal plaatsen die zaken die van structurele aard zijn, de instructies die van structurele aard zijn in de wet, dat die in het comptabiliteitsbesluit moeten worden geregeld. En daar waren we het over eens. Dus daar moesten wat aanpassingen worden gepleegd in de wet. En de deskundigen die hebben dat gelist. Want dan praten we over, het gaat over het beheer, het gaat over het materieel beheer, financieel beheer enzovoorts. Artikel 23, 24, 25, 26. Praten we over artikel 23 lid 3, artikel 26 lid 4, artikel 25 lid 4. Zeker wat die artikelen betreft, die hebben we net besproken weer, gaat het erover dat waar eigenlijk staat dat de minister zaken zou voorschrijven bij beschikking dan, dat dat structurele zaken betreft en dat ze dus naar het comptabiliteitsbesluit gaan voor de uitwerking. Voor Amzat Afdou is de aanname van de wet een verademing. Hij vindt dat met de aanname van de wet het Surinaams volk een beter zicht zou hebben op de inkomsten en uitgaven van de staat. Voorzitter, we hebben heel hard gewerkt in het parlement, zonder twijfel. We hebben gezorgd voor een stukje transparantie. We hebben gezorgd voor betere verantwoording. We hebben gezorgd dat de informatievoorziening, voorzitter, veel beter plaatsvindt. We hebben ook ervoor gezorgd, voorzitter, en vooral de regering en de minister van Financiën, dat wanneer wij dat vroegen, we de informatie, vooral voorzitter, de financiële informatie, toegezonden kregen. Voorzitter, ik ga u zeggen, soms heb je heel veel geduld, maar met deze nieuwe comptabiliteitswet 2019 is op bepaalde momenten mijn geduld wel op de proef gesteld, voorzitter. NDP-parlementariër Amzat Afdou gisteren in DNA. De comptabiliteitswet 2017 is met algemene 35 stemmen goedgekeurd.